Het is zover. Aanstaande woensdag zal de Floriade 2012 in Venlo officieel geopend worden door koningin Beatrix. Wat wij de Floriade noemen, is in feite een wereldtentoonstelling van groente- en tuinbouw. Die werd in Nederland voor het eerst in Rotterdam gehouden in 1960. In Venlo worden op dit moment de laatste loodjes gelegd aan de oplevering van het terrein. Ja, mooi hè? Ja, ik ben echt heel enthousiast wat hier gekomen. Het is eigenlijk, men zegt het is on-Nederlands. En dat vind ik eigenlijk ook wel een beetje. Het is een prachtig evenement. Het ziet er schitterend uit. We moeten nog wel een week enorm ons best doen om op tijd klaar te zijn, maar dat komt zeker. En het is een mooi palet van leuke dingen wat wij voor de mensen kunnen laten zien. De Floriade is een festijn dat hopelijk meer dan 2 miljoen bezoekers trekt. Waarvan 40% bezoekers uit Duitsland, zo is er geraamd. De Floriade 2012 is de eerste die buiten de Randstad gehouden wordt. De keuze voor Venlo had deels te maken met een gunstige ligging ten opzichte van Duitsland. U sprak over buiten de Randstad. Voor ons is de locatie van Venlo geeft een heel bijzonder effect. Namelijk dat die het dichtst bij onze allergrootste klant ligt voor alle sectoren in de tuinbouw. Of je nou de bollen, de bloemen of de bomen. Duitsland is een heel grote afnemer. Wij weten ook dat de Duitser erg waardeert wat met tuinen gebeurt en te zien is. Dus wij verwachten ook heel veel Duitse bezoekers. Dit is de beste plaats. Kijk, want Noord- en Westfalen is ons meest belangrijke exportland voor ons. Je hebt hier cultuur, je hebt hier gezonde producten, regioproducten en we zijn hier welkom. En al met al is het een fantastisch palet om samen hier met de provincie en de regio deze wereldtentoonstelling voor de tuinbouw te realiseren. Mark Verheijen heeft als gedeputeerde de Floriade in zijn portefeuille. Maar de gedeputeerde heeft het hele traject meegemaakt, van het maken van het bidboek tot de opening komende week. Ja, ik weet nog dat hier gewoon bieten stonden, dat hier prijs stond. Dat er ook redelijk wat scepsis was, hè, van buurt het nog wat. Hè, van of dat ooit allemaal af zou komen, of het ooit kwaliteit zou gaan worden hier. Nou ja, als je nu kijkt, ook de mensen die we nu af en toe rondleiden en vandaag dan heel veel journalisten. Het enthousiasme is heel groot. Maar hoeveel moeite het ook gekost heeft en hoe mooi het ook is geworden, succes van de Floriade hangt af van de bezoekers. Het is de bedoeling dat de eerste bezoekers anderen enthousiast maken om ook naar Venlo af te reizen. Ja, dat komt de komende zeker. Daar ben ik niet bang voor. We hebben al meer dan 500.000 geboekt. En de voortekenen zijn erg goed. We hebben 2 miljoen bezoekers hebben begroot. En dan draaien wij kiet. En tenminste, als de mensen besteden wat zij moeten gaan besteden. Maar onderzoeksbureaus geven er veel meer aan. Maar ja, goed, wij geloven niet in sprookjes.